Hallo kijkers en tof dat je kijkt naar deze goed nieuwe video. Het is geen video zoals normaal, want in deze video ga ik proberen Minecraft uit te spelen. Maar dan geblinddoekt, zoals je ziet, zie ik helemaal niets. Dus dat wordt even wat een probleem en bewijs dat ik helemaal één ben met het spel. De Minecraft goden leiden me gewoon om wat ik moet doen. En ja, ik zie niet wat ik doe. Maar voor mijn gevoel hebben we nu alle steentjes gevonden. Dus daarvoor mee kunnen we al onze eerste tools beginnen maken. En ja, mijn doel is om in deze aflevering dan de draak te gaan verslaan. De enderdraak om precies te zijn. Maar het zal wel moeilijk zijn aangezien ik kan niet zien wat ik aan het doen ben. Dus ja, het wordt ook wel heel erg spannend. Ik denk dat ik kool heb gevonden. Alleen weet ik niet zeker. Ik kan die natuurlijk niet zien. En oh, iron, denk ik. En ik hoor een zombie. Ik kan natuurlijk niet meer zien. Maar ik kan natuurlijk ook nog altijd horen. Daar word ik aangevallen, denk ik. En even, ja. Ik wil toch ook wel wat zorgen dat ik wat eten bij me heb. Ik hoor paarden, maar sorry voor de paardenliefhebbers, maar het paard gaat dood en hier het eerste bed en slapentijd zeker. Dan wordt het weer dag en dan gaan we gewoon weer verder nog een plekje zoeken. En ik kom ook nog net van eten, dus ja, ik had net stoofvlees met frietjes gegeten. Was heel erg lekker, is heel erg Belgisch. Ik probeer veel ladders te maken. Ik zal je hier zo meteen wel zien waarom. En ja, we gaan tot level 11. Alleen ik weet niet zeker of we er al tot level 11 zitten, want ja, natuurlijk zie ik niet echt waar ik ben. En zitten, zullen we hier goed zitten met diamonds? Misschien wel. En de Minecraft, ik heb. God zegt dat ik net wat goud had gevonden, hier wat ijzer. En oh, de Minecraft God zegt dat ik diamant heb gevonden. Dus ja, dat is wel leuk. Daarmee hoop ik dan een diamond pickaxe te maken. En hopelijk hebben we nog wat extra diamonds voor nog een kleine chance. Maar nee, het zijn er maar 4. Ik moet nog meer diamonds vinden. En ja, volgens mij zijn ze hier. Ik ga gewoon met gevoel op de diamonds, want ja, ik kan ze natuurlijk niet zien. ja, sorry, misschien was het de geluid een beetje cringy. En volgens mij worden we aangevallen door een skeleton. Oeh, maar hier hebben we een goede plek voor onze koeienfarm. Ik heb alle koeien erin. En als ze er niet in willen, dan ga ik ze er maar in duwen zeker. En ja, laten we een hele koeienboerderij maken. Oh, oh. Ik ruik een village. We zitten waarschijnlijk al in een village nu. Oeh, zoals hier wat leuks hebben. Laten we gewoon terugkeren. Ik heb hier toch niet echt iets te zoeken. En nu obsidian hakken. Veel obsidian nodig, 14 in totaal, voor 10 voor de portaal en 4 voor de enchantment table. En nu kan je heel erg gemakkelijk aan enderpearls geraken in de nether. Gewoon in zo'n biome zitten, dan enderman aanvallen, een gat van 2 blokken hoog en dan kun je de enderman je geen kwaad doen. Wat ook nog nodig hebben is blaze rots. En oh nee, dit loopt niet goed af. Dit loopt niet goed af, weet ik zeker. Oh, het wordt nog spannend. En oh, wat? Oh, ja, het kan niet altijd goed blijven gaan. Maar nu zo snel mogelijk terug naar dat plekje terugkeren. Hopelijk zijn al onze spullen er nog. En oh ja, hopelijk. Hebben jullie dan
ik kreeg net een Discord geluid. En waar zijn items? Ik kan ze niet meer raken. En Minecraft God had gezegd dat ik naar hier moet gaan. En ik vraag me af, hoe kan ik dit spel spelen als ik geblinddoekt ben? Ik ben gewoon één met het spel. En dat is dan de verklaring. Nu wil ik nog wat blazerots verzamelen, maar eerst nog enderpearls. Misschien ga ik daarvoor ook nog even wat enchanten. En klaar voor de enchantment table. En nog een boekje. En hebben we hem hier enchantment table. Even zien, misschien kan ik wat iron armor gaan enchanten. Allemaal level 1 enchantments natuurlijk. We kunnen nog niet tot level 30 enchanten, want daar hebben we de boeken nog niet voor. En ook nog niet de levels. Ik hoop ook op een zwaard iets van sharpness te krijgen. Jee. We zitten nu bij de blaze farms voor blaze rods. En dit kan wel heel heftig worden, want zo'n blaze doet best veel damage. Even eten, als het maar goed loopt. Ook genoeg, bijna weer dood. Ik denk dat ik mijn aron ongeveer 8 nodig heb. Ja, heb ik er nu net 8. Kan ik weer teruggaan? Nu we teruggegaan zijn, kan ik me toch al voorbereiden om nu al naar de end te gaan. Dus wat hebben we dan nog nodig? Ja, we moeten nog naar daar gaan. En moeten we de Eye of Ender gooien en dan zien. Ik kan helemaal niet zien natuurlijk. ik denk dat hij hier zit, die portaal. Ja, hier zit hij dan. De portaal naar de end. Zilvervissen zijn natuurlijk heel vervelend. Vooral als ze dan in heel veel van die blokjes zitten. En als je dan één blokje weghakt, komen ze allemaal weer tevoorschijn. Wat ik nu ga doen is heel veel gravel hakken. Gewoon voor het flint. En dan nog dus wat enchanten. Voor een extra helm, stel dat die helm nog kapot gaat. En ook de pickaxe ga ik enchanten. Nu is het tijd voor de pijltjes te maken. Heel veel pijlen. Oh nee, creeper. En ik kan misschien nog wat verkennen. En toen zag ik. Toen raakte ik diamonds. Even zien hoeveel het er zijn. Gok hoeveel het er zijn. En dan ga ik ze weer meenemen. En dan kan ik misschien nog wat iets extra maken met de diamonds. Ook ladders heb ik nodig voor de pilaren. En dan maak ik boots. Dan heb ik nog iets van diamond armor. En verder falling. Stel dat ik door de draak naar beneden word gedropt, dat ik nog minder fall damage heb. En nu is het epische moment. We gaan een portaal in en Epic Battle gaat nu beginnen. Even naar boven bouwen. Dan eerst water plaatsen, dan de ladders naar boven klimmen. En dan gewoon alles van kristal vernietigen. Ik ben niet zo goed met pijl en boog. Vooral nu ik geblinddoek ben, maar het komt wel goed. Dan weer terug naar boven, tralies weghalen. En nu is denk ik alles bijna weg, daar nog. En nu mag ik beginnen met de draak aan te vallen. Als ik dat doe, moet ik mijn zwaard aanvallen. En het moet wel goed zijn. Zo wel vervelend dat hij soms zo'n adem
spreuk kan doen. En ik ga weer landen zeker. Nog wat even pijlenboog gebruiken. En dan weer toestaan op de draak. Hij gaat eraan, hij heeft niet lang meer te leven. En de draak kan elk moment doodgaan. 1, 3, 2, 1. En ja, nu is hij dood. En dit was dan de video. En kijk misschien ook even vooral naar welke datum het is. Ja, ik weet zeker 99% wist al dat dit een 1 april grap is. Maar ja, toch bedankt voor het kijken naar de video.